Een hele tijd geleden heb ik een video gemaakt rond onze camionet, onze Fiat Ducato lengte 2, nee lengte 3, hoogte 2. Dat we omgebouwd hebben tot camper. En die is vrij populair omdat ja, er zijn veel mensen met vragen rond de ombouw en de omkeuring van campers. Maar die is niet super goed opgebouwd, die video, die is nogal langdradig en zo. Dus ik ga vandaag een poging doen om dat recht te zetten. Als je dit interessant vond, zeker abonneren onderaan in de video. Dat helpt dit kanaal. Als je iets wilt terugdoen, dus zeker welkom. Misschien snel nog. Twee dingen zijn echt onmisbaar bij elke camper. Eén is die luifel. Daarmee creëer je eigenlijk allemaal ruimte buiten dat je kunt zitten. Ook als het licht regent en niet te veel waait, kun je die luifel gerust openzetten. Of als er heel veel zon is, is dat ook ideaal voor schaduw enzovoort. Plus dat als je dat niet hebt en je laat je schuifdeur openstaan, dan lekt het echt gewoon binnenlangs daar. Dus luifel zeker doen. En het andere is eigenlijk, als je de voorste stoelen bekijkt, dan is het super interessant ook om meer ruimte te creëren, dat die stoelen eigenlijk draaibaar zijn. Dus dat is wat je hier ziet, dus dat je die stoel gewoon zo kunt draaien. Maar goed, dat was niet het onderwerp van vandaag. Het onderwerp van vandaag is dus, ik ga mij wel op die stoel even zetten voor het gemak, is dus die keuring. Hè. Dus wat moet er eigenlijk gebeuren? Wat ga ik deze keer doen? Ik ga gewoon overroepen wat dat wij specifiek gedaan hebben. Wij hebben een camionet gekocht. En we hebben die tot 3 keer ingeschreven en gekeurd als lichte vracht. En dan, vroeger had je verschillende opties, maar het wordt ook altijd maar moeilijker en moeilijker om het zelf te doen. Een van die opties was dus om het zelf te doen. Ik heb, zoals je kunt zien aan al die kastjes en zo, ik heb die kastjes allemaal zelf gemaakt. Maar er zijn heel veel dingen. En dan moet je gewoon naar de diensthomologatie, want het probleem is, typisch gaat er op je papier een categorie staan in de zin van lichte vracht. En die categorie moet je dus aangepast krijgen naar camper. Vroeger kon dat nog redelijk gemakkelijk zelf doen door contact op te nemen met die dienst. Dan moest je een paar documenten bijvoegen, waaronder een van die documenten is dan de goedkeuring van de fabrikant van die camper. En Fiat doet daar niet moeilijk over. En dan krijg je uiteindelijk een nieuw COC, dus de COC is dat witblad. En dan gaat daar een nieuwe categorie op staan met een aangepast chassisnummer. En daarmee moet je dan de camionet eigenlijk opnieuw inschrijven bij de keuring. Maar het grote probleem ook is dat je heel veel dingen gewoon niet meer zelf mocht doen. Bijvoorbeeld, ik heb daarnet die stoelen omgedraaid. Maar je mocht daar zelf geen draaiplateau onder monteren. Je kunt ook gewoon, als je een camionet koopt, kun je dan gewoon in de opties aanvinken dat je eigenlijk twee enkele stoelen op draaiplateau wilt. Dan is er ook geen probleem. Dus dat kunnen we zo gemakkelijk oplossen. Maar bijvoorbeeld ook ramen. Je ziet dat ik hier geen ramen heb. Je mocht die ramen niet meer zelf plaatsen. En dan heel specifiek voor onze situatie. En zo zijn er nog tal van aanpassingen dat je niet zelf kunt doen. Maar heel specifiek voor onze situatie is dat wij achteraan zitplaatsen wilden creëren. Dus als deze stoel. En die twee stoelen waar ik nu eigenlijk op zit, die twee stoelen, dus we hebben 3 zitplaatsen achteraan. Dat kun je ook nooit zelf doen, dat moet je altijd, en dat is hetgeen dat ik wil uitleggen wat wij gedaan hebben, dat moet je altijd met een constructeur doen. Die stoelen zijn van een specifiek merk, die bevestiging is van een specifiek type, en die rails die in de grond zitten, zitten op een bepaalde manier vast, en dat moet exact die manier zijn. En die constructeur heeft de juiste kennis en brevetten en wat is het allemaal aan het testen om dat te mogen uitvoeren, en die staat dan rechtstreeks in contact met de diensthomologatie, dus je moet dan zelf niet meer contact opnemen omdat die een mens dat aanvraagt, en die vraagt dagelijks zo'n papieren aan voor waar dat wij geweest zijn. Doen ze ook, doen ze niet alleen mobiloms, maar ook auto's voor minder validen, voor marktkramers, en die moeten ook via die diensthomologatie gaan. Dat is eigenlijk omdat je bestemming van uw voertuig wijzigt, en dat moet dus via de homologatiedienst. Maar zij doen dat rechtstreeks, ze hebben een rechtstreekse lijn, dus dat gaat veel vlotter. En ze weten ook, bij de dienst homologatie weten ze ook, als het binnenkomt vanaf zo'n constructeur, weten ze op voorhand ook dat eigenlijk waarschijnlijk allemaal wel, ze bekijken wat foto's, maar meestal is het allemaal wel gewoon in orde. Dat betekent ook dat wij nooit naar een specifieke keuring, zoals van Stot of zo, wij zijn nooit naar een specifieke keuring moeten gaan, omdat we via die constructeur geweest zijn. Dus het eerste wat wij gedaan hebben, is toen dat we onze nieuwe COC hadden, onze nieuwe papieren, hebben we onze camper dus opnieuw ingeschreven. En dan zijn we, zoals met elke auto dat je inschrijft, zijn we naar de keuring gegaan. Wel nee, zoals met elke lichte vracht dat je inschrijft. En dat is dezelfde keuring die we nu elk jaar opnieuw moeten doen. Dat je ook met een lichte vracht elk jaar moet doen, met elke camper elk jaar moet doen. Dus dat is gewoon de gebruikelijke keuring van de lichten, van de chassis, van het gewicht, noem maar op. Er zijn ook veel mensen die met een lichte vracht blijven rijden. Dat is ook geen enkel probleem. Zolang dat je dus niet de definitie van lichte vracht overtreedt, kan dat ook. Dan heb je gewoon een kabinet waar dat toevallig, of lichte vracht waar dat toevallig ook een slaapruimte in zit.
Misschien nog snel, dus wat hebben we laten uitvoeren door die constructeur? Dus we hebben eigenlijk zo die wanden, dat hebben we allemaal zelf gedaan. Dan hebben we, voordat we die kasten ingebouwd hebben, voordat we dat ingebouwd hebben, hebben we hem binnengebracht bij die constructeur. En die heeft dan die vloer eigenlijk ingebouwd, dat is een soort watervaste multiplex, met daarop een soort anti-slipmateriaal. En in die vloer zitten dan deze, dat zijn een soort vliegtuigrails, dat zit daarin, dus waar je zo normaal gezien haken op kunt bevestigen. Ik heb ook van die haken. Elke stoel heeft twee zo'n rails nodig, dus dat zijn die twee die je hier bijvoorbeeld ziet. Hè. En zo hebben we twee lange rails laten plaatsen. Je ziet dan een beetje dat dat doorloopt naar achter. En dan, via diezelfde constructeur, hebben we die stoelen aangekocht. En die kunnen we daar in die rails dan bevestigen hoe dat we willen. Dus we kunnen die zo bevestigen, we kunnen die omdraaien. Je kunt uw dossier niet laten afronden als uw camper niet voldoet aan de eisen van een camper. Dus wat zijn de eisen van een camper? Je moet een tafeltje hebben, dat is wat dat hier bij ons hangt. Je kunt dat openklappen, dan heb je een tafel. Je moet een kookplaats hebben, dat is wat dat we hier hebben. Dus dat is onze kookplaat hier eigenlijk. En je moet een bed hebben. Ja, dat bed ligt normaal gezien daar in de breedte. Dat is nu wel uitgebroken, maar daar hebben wij een bed. En je moet berging hebben. En die berging hebben wij. Daar onder het bed hebben we allemaal kasten. En daar van boven hebben we. Hoe dat die berging eruit ziet, of hoe dat dat bed of die keuken eruit ziet, dat doet er allemaal niet toe. Het enige dat belangrijk is, is dan die erin zitten. En die moeten er ook echt wel in zitten op het moment dat je dossier afrondt, anders ga je het nooit niet kunnen goedgekeurd krijgen. Die afwerking hier, die isolatie enzovoort, totaal niet nodig. Maar dat is dus wat wij gedaan hebben. Als er nog vragen zijn, laat zeker iets weten. Dan ga ik hier in de commentaar hieronder en dan zal ik mijn best doen om daar zo correct mogelijk op te antwoorden. Het beste dat je kunt doen is gewoon een mail sturen naar homologatie@vlaanderen.be. Als je daar een mail naar stuurt met al uw vragen, dan gaan die daar ook op antwoorden en dan kunnen die meteen ook u doorverwijzen naar eventueel een constructeur die u kan helpen. homologatie@vlaanderen.be. Als je daar naar mailt, dan krijg je altijd een antwoord.